Ik ben blij dat na 2 weken dat er geen filmclub was, dat wij elkaar eindelijk eens terugzien. Niet in het lokaal zoals gebruikelijk, ja. Omdat het lokaal niet groot genoeg is om zo'n bende te huisvesten voor een receptie en zeker niet voor het keukengedeelte. En dus hebben wij... Dat was juist tegelijk met die flits. En dus zijn wij uitgeweken naar het landelijke Veldegem, de thuisbasis van Piet en Mildred. En van mij. En van jullie, ja, inderdaad. Maar zo te zien is het hier ook goed en we hebben hier meer ruimte om het te doen. Dus ik ben zeker dat dat straks helemaal in orde komt. We zijn 2023 en het is gepast om natuurlijk in eerste instantie aan iedereen een gelukkig nieuwjaar te wensen. Maar laat mij daar iets bovenop stellen. In de eerste plaats een gezond 2023. Zodanig dat wij van alle zaken die wij graag doen, onder andere filmen, een hapje eten, iets gaan drinken, een wandeling gaan maken, een fietstocht gaan maken, op reis gaan, we doen dat allemaal zeer graag, dat wij daar heel goed van kunnen profiteren. Ik ga het niet lang trekken, dus ga ik nu het glas heffen op het jaar 2023 en gelukkig nieuwjaar! Gelukkig nieuwjaar, meneer de voorzitter. Dankjewel, Luc. En voor de rest laat ik jullie nu in de zeer capabele handen van het feestcomité.